Een hele goede middag en welkom bij het volgende webinar van Brain Rangers. Wij zijn een digitaal kennis- en adviesbureau dat bedrijven helpt om morgen nog beter te ondernemen dan vandaag door technologie voor hun te laten werken in plaats van andersom. Mijn naam is Jo Hendricks en vandaag ben ik niet alleen in de studio, want we hebben een gast. De coronacrisis is ondertussen een paar weken deftig bezig en het heeft aan een heel aantal bedrijven een enorme uitdaging gevraagd om zich aan te passen aan de nieuwe normen en de nieuwe wetgevingen. Een nieuwe manier van zaken doen en dat vraagt innovatie, dat vraagt out-of-the-box denken. En technologie is daar soms alleen maar een middel om het te faciliteren, maar de klik in je kop, die moet je zelf maken. En hoe dat nu juist in zijn werk gaat, zo'n innovatie, hoe dat nu juist gedaan wordt, zo out-of-the-box denken, daarvoor hebben wij een innovatiecoach. Hier is Frank Jordens. Dag Frank, goedemiddag. Dag Jo, dag kijkers. Hallo, hallo. Frank, het is misschien handig dat jij jezelf even voorstelt, want een innovatiecoach, ja, wat doet die nu juist? Wat de innovatiecoach vooral doet, is mensen uit hun comfortzone halen. Wat ik daarmee bedoel, is dat je vaak een stap moet gaan zetten in het onbekende en dat niet voor altijd iedereen heel makkelijk is om te doen die stap te zetten. Wij zitten heel graag in onze comfortzone, we doen altijd alles op dezelfde manier. We zitten elke middag op dezelfde plaats aan de eettafel of 's avonds in de zetel op dezelfde plaats. We doen heel veel dingen altijd op dezelfde en dat is heel goed, dat is heel fijn voor veel mensen. Maar die stap zetten om het eens anders te doen, om eens op een andere plaats in bed te gaan liggen 's avonds, hè, dat is altijd, dat biedt weerstand. En met die weerstand omgaan, dat is natuurlijk vooral bij jezelf heel erg. Dat je zegt van, ik doe het altijd alles op dezelfde manier. En ja, je bent het gewoon om altijd alles op dezelfde manier te doen. Bijvoorbeeld autorijden, dat is zo'n patroon. Rijden met de wagen en dan in één keer moet je van wagen wisselen. En dan heb je een automatische geschakelde. En dan heb je problemen, want dan kun je pas niet meer autorijden. En net hetzelfde met business doen, met zaken doen. Je doet altijd alles op dezelfde manier. En dat is heel goed voor veel mensen. Maar als je wilt aanpassen en je wilt gaan innoveren, dan heb je een probleem. En ik vergelijk het wel eens met renoveren. Wij kunnen allemaal, we kennen het allemaal als ons dak een pan kwijt is of twee pannen kwijt is. Dan zeggen wij, we gaan dat wel eens binnenkort doen. Als ik eens tijd heb of als ik budget heb of vooral het woord goesting heb, dan zal ik mijn dak wel eens gaan renoveren. Dan zal ik eens wel eens wat aanpassingen gaan doen. En dan komt er een storm en dan is uw dak weg. En dan moet je in één keer gaan renoveren. Dan moet je de brandweer erbij gaan halen en de hulpdiensten. En dan heb je plots een nieuw dak. En de coronacrisis is net hetzelfde als de storm. Daarom ook dat wij samen met mijn collega de storminnovatiemethode hebben. Wat is de storminnovatiemethode? Dat is natuurlijk dat je wil gaan helpen om te innoveren. Maar ik ben al vooruit aan het lopen waarschijnlijk. Geen probleem, nee. Het is een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Hè? Je rijdt altijd met een handgeschakelde wagen en opeens heb je een automaat. Dat wil zeggen dat je inderdaad soms wel anders moet gaan rijden. Ik spreek uit ervaring. Ik herinner mij dat we een paar weken geleden een videoshoot deden voor een van onze klanten waarbij ik bij een Tesla moest rijden en waarbij Saskia tussen de twee zetels op de achterbank met een tweede camera zat te filmen terwijl ik reed. En ik denk dat de jonge dame misschien bijna twee keer met haar voorhoofd tegen het dashboard heeft gehangen, omdat ik ging remmen met mijn linkervoet. En aanpassen van een gewoonte, het is soms iets wat je inderdaad, zoals je zei, voor je uitschuift. En dan opeens overkomt het. Hè? Want als we gaan kijken, die storm wat er aangekomen is, is ook wel die storm van de coronacrisis. Dat brengt voor heel veel bedrijven een enorme uitdaging mee. Dit is geen digitale dit is niet zo'n innovatiegolf of geen disruptiegolf, zoals bijvoorbeeld de digitalisering, het e-commerce verhaal. Dat kwam geleidelijk aan. Dit was gewoon op 3 dagen tijd, viel dit over ons af. En het vraagt heel veel bedrijven om zich enorm aan te passen. Welk advies geef jij voor bedrijven mee, voor bedrijfsleiders mee, die de coronacrisis een enorme impact zien hebben op hun zaak? En wat ik vooral zeg, ik heb altijd één slogan, dat is if it doesn't kill you, it makes you stronger. Als je er financieel bovenop geraakt, en dat is voor veel mensen een heel groot probleem natuurlijk, voor veel bedrijven natuurlijk zijn er de financiële steun. Maar als je erdoor komt, gesparteld om het zo maar te zeggen, dan zul je toch wel, er is een voor en na de crisis, daar hebben we nogal over gehad in een ander webinar. Er is een voor en er zal een na periode zijn van de coronacrisis. En dan zul je waarschijnlijk je markt moeten gaan herpositioneren, gaan kijken hoe dat je in je markt gaat zetten.
Je moet gaan kijken naar, is mijn product nog altijd op de juiste manier? Zit mijn product nog juist? Of moet ik andere dingen gaan aanpassen? En ondertussen zijn mensen al aan het aanpassen, want ik zie heel veel bedrijfsleiders online komen en zo verder. En ja, het is niet alleen dat online komen, maar het gaat ook over de connectie met je cliënteel. Ik noem dat de robuustheid van je netwerk. Hoe zit dat op dit moment? Ben je daar nog sterk genoeg? Heb je goede klantenbinding? Heb je er ook iets gedaan met al die dingen? En ja, het is versnellen en ja, dingen die je altijd uitgesteld hebt of waar je geen goesting of geen budget of waarschijnlijk geen tijd voor had, want veel mensen hebben geen tijd, zul je nu moeten gaan doen. Om het weer met een metafoor te zeggen, we kunnen allemaal met balken in onze handen gooien, zo. Eén balken, twee balken, maar eigenlijk moet er nog een derde balken tussen zijn, is het jongleren. Business doen is uw rechterhand en uw linkerhand moeten verbonden zijn. En heel veel bedrijven zijn bezig met één hand iets te werken. Daar zijn nog wel andere problemen op een ander vlak, maar dat balken wat ertussen zit, dat derde balken, dat mis je en je werkt niet aan de toekomst, je denkt niet aan de dingen die je moet doen. En nu moet je, zo simpel is het. Ja, want het is echt een kwestie van de vergelijking die ik altijd maak, van je kan in je zaak bezig zijn en je kan met je zaak bezig zijn, maar je kan hetzelfde tegelijk. Dit vraagt natuurlijk een hele uitdaging van ondernemers nu. Ik ga ook even naar de mensen in de chatroom. Dus als je live meekijkt, dan kan je ook vragen stellen. Als je een vraag hebt voor Frank, hoe het zit met jouw innovatie in je bedrijf, of je hebt een vraag rond een topic waar we het over hebben, dan mag je die natuurlijk live in de chat stellen en wij gaan die proberen te beantwoorden. En zo niet, dan mag je het achteraf stellen. Na de aflevering en dan gaan we proberen om de comments zo op te volgen. Dus je zegt Frank, één balletje in de lucht. Ik denk dat een heel hoop bedrijfsleiders en ondernemers nu op dit moment ook zien van, goh, mijn business is wel heel erg afhankelijk van een aantal factoren. Is ondernemen een klassieke Vlaamse zaak hebben of is dat differentiëren? Dat is vooral differentiëren natuurlijk. Hè. Je weet ook, joh, ik heb dat bij jou ook ooit gedaan, brainstorm sessies. Zijn op dit moment absoluut noodzakelijk om te gaan overdenken. Want het zit niet allemaal in jouw eigen hoofd, maar het zit ook vaak in die van de medewerkers en de mensen rondom je klanten en zo verder. Ik ben op dit moment, ja, we zitten allemaal stil. Maar ik probeer ook online wat brainstorm sessies te doen met klanten op dit moment. Om ja, die differentiatie te gaan doen, want je moet alle mogelijke denkrichtingen gaan opsommen. En dat gebeurt vaak alleen maar in je hoofd en dat werkt niet. Je moet dat gaan visualiseren, je moet dat met post-itjes tegen de muur gaan hangen. En je moet ermee bezig zijn. We doen zelf de storm-innovatiemethode, waar de S en de T, alle kletten voor een bepaalde fase bestaat. S staat voor ons voor situation. En kijken, wat is nu de situatie, wat is onze markt, wat is onze positionering. De T staat voor targets. Wat zijn de targets die we willen gaan doen? Waar willen we naartoe? Welke denkrichtingen gaan we uitstippelen? En dan de O van storm is opportunities. Dat is het brainstormverhaal. We gaan brainstormen. Natuurlijk heb ik daar de nodige technieken voor om alles uit het hoofd te halen en om de beste ideeën te komen. En dan moet je gaan testen. Dat is de R van research. En de M van management van storm is ja, het ook implementeren. Want je kunt fantastische ideeën hebben, maar dan moet je ook gaan uitvoeren natuurlijk. Dus ja, er zijn wat technieken om dat te doen. Het is te kort om dat hier even zomaar uit te leggen. Maar je kunt online wel een aantal dingen gaan doen en gaan met een aantal mensen gaan samenzitten en gaan denken van, hey jongens, hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we het doen? En ja, er bestaat hulp natuurlijk om dat te doen. Hè. Want dat is een hele belangrijke, die pik ik even mee. We moeten, Frank, jij hebt bij mij ook deze methode toegepast. Brain Rangers heeft ook het Frank Jordens verhaal doorgaan. En ja. Ik mag uit persoonlijke ervaring zeggen dat bij mij de eerste keer enorm veel weerstand opriep. Frank is van... Ja. Sorry, wat zei je, Frank? Dat was hard binnengekomen bij jou. Dat was hard binnengekomen. Omdat ik heel als bedrijfsleider zelf ook heel erg geconfronteerd werd met andere visies. En die andere visies waren vooral belangrijk, want we hebben tijdens die innovatieperiode ook andere mensen erin getrokken. En dat is denk ik voor de bedrijfsleiders nu ook heel erg belangrijk, dat je het niet in je eigen hoofd moet houden. Als je nu zegt van, goh, ik ben bedrijfsleider, ik zit in de coronacrisis, we zitten onder de crisis, ik zit thuis, ik wil eens nadenken over of ik nog wel goed bezig ben. Met wie kan ik morgen al gaan praten? Buiten met jou. Ja, ja met jou ook natuurlijk. Hè. Wij doen er samen ook allemaal wat inspiratiesessies. Ik heb de indruk dat heel veel bedrijfsleiders moeten ventileren op dit moment. Wij organiseren wat inspiratiesessies om elkaar te steunen. Ik heb een redelijk groot netwerk wat dat betreft met
alle soorten creatieve mensen om daarmee aan de slag te gaan. En dat is fijn om te horen van ah, dit idee en dat idee. We zijn ondertussen een biertje in Limburg naar buiten aan het doen. Ik had gisteren een klant die absoluut een heel groot project wil lanceren, maar dan moet je ook kunnen zeggen van ha, het gaat op dit moment niet. De tijd is er niet voor, de budgetten zijn er niet, dus dan moet je dat ook kunnen relativeren en zeggen van ha, dit moeten we pas doen na de zomer of zo. Dus ja, je kunt overal hulp vragen, je kunt overal met mensen bezig zijn en ja. Maar het is echt buiten je eigen comfortzone ook gaan. Ook eigenlijk mensen opzoeken die het niet met je eens zijn. Ja, tuurlijk. Vooral in een discussie gaan. En ook eens met je klant gaan praten. Dat vind ik zo belangrijk. Van, ja, ik heb gisteren eventjes meegevolgd bij jullie webinar. En met je storytelling verhaal. En dan kom ik bij Simon Sinek uit. Van, what's the why? Waarom kopen de mensen bij u? En ga daar naar luisteren. Ga daar naar horen. En dat brengt je tot nieuwe ideeën. Dat gaat je inspiratie geven. Want inspiratie... Ja, dat is iets dat komt en dat komt meestal op de momenten dat je het niet nodig hebt. Als we nu hier en nu zouden even wat brainstormen, dan komt het niet. Ja. De passietijd in je hoofd, dat komt wanneer je buiten gaat wandelen en wanneer je 's nachts in je bed ligt en niet kunt slapen, dan komen de beste ideeën meestal. Dus ja, je moet ermee bezig zijn gewoon en heel belangrijk, ventileren. Ga met andere mensen praten, ga met uw collega's praten, praat met uw... Met uw medewerkers, want ja, je loopt toch eigenlijk zo met je kleppen op en dat is heel belangrijk, dat je die kleppen afzet en dat is dat verhaal van out of the box denken natuurlijk. Ja, want het beeld dat je hebt van je eigen zaak, het beeld dat je hebt van de manier waarop je zaken doet, van de doelen van je zaak, van de missie van je zaak of van de perceptie die je hebt van je eigen onderneming, verschilt soms helemaal van de perceptie die je klant of andere mensen hebben en dan laat je soms ook wel kansen liggen. Ja. Wat ik daarin wil vragen, we zien op dit moment dan de grote ruk naar het digitaal. Hè. We gaan volledig online, mensen springen op Zoom, e-commerce heeft het nog nooit zo goed gedaan, Willis Nillis. Het volledige onderwijsorgaan is zelfs in een digitale kramp geschoten voor zover dat ze dat kunnen. Opeens vallen er een hele hoop barrières weg. Wij merken zelf vanuit ons werk met bedrijven van de technische middelen die we al een tijdje hadden aangedragen van kijk, dit kan, stoten op heel veel weerstand. Hè? Want de middelen om het te doen liggen er wel, maar voor heel veel bedrijfsleiders is dat moeilijk voor die switch te doen, omdat ze tegen traditie oplopen. Wat is voor, als je nu zegt van, ik heb een nieuw idee, ik kan mijn business anders gaan doen, hoe doorbreek je die traditie, die weerstand in je eigen hoofd of bij je vennoten of je personeel om het anders te gaan doen? Ja, ik gebruik daarvoor de groene kaarten, joh. Je weet dat, je kent die groene kaarten. Dat is de kaart, daar staan voor mij een aantal dingen op die belangrijk zijn. Vooral is stop met oordelen. Je bent vooral in je eigen hoofd altijd aan het oordelen. En je zegt van, dat gaat niet, dat kan niet, dat bestaat al. Ja, maar, dat kan ik zelf niet. Ja, daar begint het al mee. Als je dat zelf gaat constant doen, dan loop je verkeerd. En ga meeliften op ideeën van anderen. Dat is ook voor mij een hele belangrijke. Ga kijken, hoe doen de andere collega's dat? Ga kijken, het is beter dat je daar ergens goed gaat pikken dan dat je iets gaat proberen uit te vinden wat totaal niet werkt. Ik bedoel, ga kijken naar de collega's. Ga op het internet zoeken wat andere mensen op dit moment bezig zijn. En ja, laat u zien, laat u horen. Zo simpel is het. En ja, als je dan moeilijkheden hebt met dingen te gaan doen, bijvoorbeeld om live te komen, ga hulp vragen of ga zoeken op het internet hoe je het moet doen. Ik heb ook mijn green key achter mij staan op dit moment. Ik ben ook bezig om online te gaan. Ik geloof daarin, maar ik geloof er niet in dat het zo gaat blijven. Want het menselijk contact blijft belangrijk. Ik heb heel veel mensen die zeggen, we gaan alles online doen. En we gaan alles in de toekomst online doen. Dat gaat niet zo zijn. Het gaat en blijven. Ja. Maar ja, stop met in je hoofd vooral excuses te zoeken. Ik zeg altijd de Franse slogan, les excuses sont faites, les excuses sont faites, sont servir. Met andere woorden, ja, stop met excuses te zoeken. Een hele mooie, en daar pik ik even op in met een commentaar uit de chat van Angela. Angela heeft een kapperszaak hier in Tongeren. Angela zegt ook van, ja, mijn kapperszaak is nu terug, is dicht, maar ik ben bang dat ik de vraag van de mensen niet ga kunnen opvangen als ik terug open ga, omdat ik ze niet allemaal dadelijk een afspraak kan geven. Dit vraagt van Angela ook een manier om anders met haar klanten om te gaan. Alles ligt stil, dan begint alles weer opnieuw. Kan zij op een andere manier die mensen al proberen
misschien ja, knippen zal niet gaan, maar proberen klaar te maken voor die grote terugkom. Ja, maar misschien moet je een online agenda gaan proberen te maken of zo, dat we de mensen zien ja, dat het druk gaat worden en dat ze gaan reserveren dan. Ja. Dat is inderdaad ook wel zo, want het pikt heel mooi in ook op wat jij zei, van het is nu allemaal online en de mensen die letterlijk nog ja, face-to-face contact hebben, liggen nu even stil. Hè, de kinesisten, de restauranthouders, de horecamensen. Maar dat gaat niet zo blijven. Hè. Het online verhaal gaat niet 100% blijven. We gaan elkaar hopelijk terugzien. En ook bij die mensen komt het terug over, gaan terug mensen over de vloer komen. Maar de combinatie van nu al te innoveren en daarna, na de coronacrisis, gewoon het werk terug op te pakken, dat kan elkaar versterken. Dat is zo. Dat is zo. Ik blijf er, het is en verhaal. Hè. Het gaat alle kanten moeten opgaan. En je zult, ik zag je webinar gisteren over storytelling. Je moet vooral gaan een verhaal gaan brengen en je klanten moeten duidelijk maken van, ja, daar staan we voor en dit brengen wij en daarvoor kom je bij ons langs en zo simpel is dat. En ik hoop ook dat de mentaliteit gaat veranderen, dat men niet meer zoveel online bij de Zalando's en de bol.com's gaat kopen, maar dat we dat collectieve bewustzijn in Vlaanderen gaan hebben van, we gaan naar de lokale bakker, we gaan naar de lokale kapper, we gaan terug alles lokaal doen. En ik merk ook wel aan de reacties die ik overal hoor, dat veel mensen dat zien en begrijpen dat we dat gaan doen ook. Dus, Ja, dat is ook iets wat wij voelen van de meerwaarde van het winkel hier verhaal van koop nu bij Belgische webshops, steun je lokale handelaar. Die commitment van de klant is er wel. Technisch gezien is het wel zo dat de klant nog altijd het gemak van de grote verwacht, ook bij de kleintjes. En je gaat je klant een klein beetje moeten tegemoetkomen. En dat wil toch soms zeggen uit die comfortzone stappen en toch iets doen rond ofwel digitaal servicing, ofwel e-commerce, ofwel een dienstverlening op een andere manier. Zodat mensen toch nog trouw blijven aan jou en je merk, maar ook wel een klein beetje dat gemak verwachten wat ze hebben van de grote. En dat vraagt ook van zo'n klein bedrijf innovatie. Ja. Frank, we zitten er allemaal in en dat is wat de laatste vraag voor vandaag. En dat kan de discussie soms misschien wel eens opentrekken, maar wat kan je... Je zit vandaag als bedrijfsleider achter een gesloten deur, je handen zijn gebonden, je kan niet verder, je inkomsten vallen stil. Wat kan je vandaag al doen om te gaan innoveren, om te beginnen met out of the box te denken? Welke puntjes schrijf ik namiddag op mijn agenda en wat kan ik als bedrijfsleider vandaag, voordat ik jou bel, al gaan vastpakken? Ja, voor mij is dat, neem een groot vel, hang dat tegen de muur en schrijf alles wat in je hoofd komt op post-itjes en plak dat erop. Maak voor jezelf al eens een SWOT-analyse. Iedereen weet wel wat een SWOT is, je sterktes, je weaknesses, je zwaktes, je opportunities en je threats. Schrijf dat gewoon op, ga ermee aan de slag. Ga zo kijken van, wat is de, ik noem dat vaak als een ijsberg die we op dit moment tegenop lopen. Wat is mijn bootje op dit moment? Waar ben ik mee bezig? Is dat bootje sterk genoeg? Wat zijn mijn ankers? Waar hang ik aan vast? Waar blijf ik? Waardoor kan ik niet gaan varen? Al ik gebruik de metafoor van de Dream Beach, die we ook eens bij jou ooit goed toegepast hebben. Maar die metafoor die brengt u ook wel op ideeën. En waar wil ik naartoe? Was mijn eilandje? En was de onderstroom? En was alles wat ik tegenkrijg? Wat ik onderweg ga krijgen. En misschien zijn er ook wel haaien op komst. Dus met andere woorden, ga ermee aan de slag. Ik ga de komende weken ook die Dream Beach wel eens uitleggen om daar een oefening mee te doen. Ik zal dat ook op een webinar zetten en jou ook wel eens doorsturen. Maar dat zijn de dingen die je moet gaan doen. Daar moet je mee bezig zijn. En blijf het niet in je hoofd allemaal steken, want je kunt er niet mee weg. Je moet dat gaan op post-itjes tegen de muur gaan plakken. Of schrijf het in je dagboek of schrijf het van je af. Want als je het niet uit je hoofd haalt, dan ben je het kwijt. Het is echt dus die ideeën, de ideeën, de angsten, de plannen zichtbaar maken, zodat je het ergens tegen kan houden. Frank, wat als ik schrik heb? Het is nu niet, het is sowieso al een heel moeilijke tijd om dit te doen. Wat als ik bang ben om te veranderen? Tijdens de beste economische tijden is het soms al heel moeilijk om voorbij traditie te stappen. Wat als ik bang heb om te veranderen? Wat als ik nu zeker schrik heb om mijn zaak anders te gaan doen? Is dat erg? Dat is, iedereen heeft bang om te veranderen en iedereen zal er weerstand op. Ga begin vandaag eens met op een andere plaats aan de eettafel te gaan zitten. En leg je straks eens op een andere plaats in bed. Daar begint het al mee. Draag je uurwerk eens aan de andere kant. Dat is puur mentaliteit.
En als je ervoor gaat en je probeert iets, en waarschijnlijk zal niet altijd alles lukken, maar probeer een stapjes te zetten, kleine stapjes, en zo kun je veranderen. Ik pik nog heel even terug op de groene kaart, want die vond ik enorm leuk. Daar staan een aantal uitdrukkingen op, waardoor jij tijdens innovatiesessies die groene kaart trekt. En dat zijn excuses die we regelmatig horen. Kan je er zo eens een stuk of twee, drie vertellen en hoe dat je daarmee omgaat? Ja, de kaart, ik zal hem ervoor houden. Dat is voor mij 6 manieren om creatief te zijn. Ik weet niet of je hem zo kunt zien. Yep. Dat is, kijk eens door een andere bril. Zet het eens van een andere kant op. Ga eens drone view of ga eens helikopter view naar je business kijken. Bekijk eens door de bril van je klant. Bekijk misschien eens door een roze bril. Associaties maken, dat ligt in het verhaal van out of the box denken. Creatief denken, maak verbindingen in je hoofd. Niet voor de hand liggen, verbindingen. Verder gebruik je verbeeldingskracht. Laat het anders gaan. Pictures is more than 1000 words, zeg ik altijd. Met metaforen werken. Je oordeel uitstellen. Denk in alternatieven. Hoe kan het nog en hoe kan het nog anders? En tenslotte, lift mee op de ideeën van anderen. Dat is mijn ene kant van het verhaal van efficiëntie, van creativiteit. En dan hebben we nog een andere kant. En dat is de kant van efficiëntie te verhogen. Stop met taffelen. Wij zitten vaak te denken aan iets wat we moeten gaan doen. Dat en dat en dat moet nog doen en dat moet nog doen. En terwijl ze hebben niks aan het doen. Ga gewoon aan de slag. Stop met oordelen. Stop met negatief denken. Stop met klagen. Stop met excuses zoeken. En stop met roddelen, zeg ik altijd. Ja, ga gewoon aan de slag. Zo simpel is het. Oké. Okay. Frank, hoe kunnen mensen jou vandaag tijdens de lockdown, als ze met vragen zitten, als ze ideeën hebben, als ze dat proces aan de gang willen zetten, waar kunnen ze jou vinden en hoe kan jij hen helpen? Ja, via e-mail kan of via mijn gsm-nummer, maar je vindt op mijn website www.wow.be. www.wow.be met W-O-W-W geschreven.be. Daar kun je alles vinden. Ziezo, we zetten hem even in de comments. Dan kunnen de mensen hem meekijken. Dus daar kunnen ze jou bereiken. En jij kan hun nu eigenlijk al helpen om dat denkproces aan de gang te zetten en om nieuwe manieren te vinden om te gaan innoveren. We zijn online met klanten. Ja, we hebben een aantal platformen gecreëerd en we zijn nu al bezig met bedrijven om te helpen te innoveren. Ja. Ja. Goed. Vanuit BrainRangers pik ik daar nog even op in, want natuurlijk, Frank is de man van de ideeën, wij zijn de mensen van de middelen, want technologie is een middel om je beter business te laten doen, om je bedrijf morgen nog beter te maken dan vandaag. Het is belangrijk om eerst dat gedachteproces te innoveren voordat je het kunt gaan digitaliseren, voordat je er digitale middelen aan kan zetten. Want daarin zijn Frank en ik echt wel twee kompanen, twee complementaire spelers. Want het bedrijfsproces en het denken moet eerst losschieten, moet eerst innoveren, eer dat de digitale tools het kunnen doen. Ga je het andersom doen? Ga je nu denken van, ik moet ook dit, ik moet ook dat? Technologie moet niet. Technologie is alleen maar een hefboom om naar die Dream Beach die Frank zo mooi omschreef te komen en om je om de hindernissen te overwinnen. Frank, ik ga jou bedanken om langs te komen. Het was heel leuk om je op het webinar te hebben en ik hoop dat heel veel mensen hier wat van opsteken of tenminste een nachtje van wakker liggen. Wakker liggen. Ja. Aan de andere kant van bed. Ja, aan de andere kant van de bed. Niet in een ander bed. Niet in iemand anders zijn bed gaan liggen. 1, dat mag niet met de quarantaine. En 2, dan heb je grotere problemen. Maar zit eens aan de andere kant van de tafel. Lig eens aan de andere kant in het bed. En schrijf je angsten, maar ook je dromen van je af. En kijk wat het plan is. Frank, dankjewel voor het komen. Kijkers, dankjewel voor live mee te kijken in ons webinar. En Frank, wij zien elkaar volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Dag. Ziezo, dat zit erop. Heel leuk om een gast te hebben in ons webinar. En hopelijk heeft Frank jullie ook een beetje tot nadenken gezet. Heren en dames in de chatroom, dankjewel dat jullie erbij waren. Heb je nog vragen over dit webinar, dan kan je dat gewoon posten in de comments. Wij zullen samen met Frank nog even proberen om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En om jou te helpen om technologie voor jou te laten werken, om die nieuwe innovatieve ideeën
helemaal waar te maken. Voor de mensen van Tongeren, wij zijn er straks terug tijdens de webinars 3700 om 8 uur. En voor de anderen die ons aan het werk willen zien, die kunnen morgen om 8 uur op de Facebookpagina van Unizo Hasselt het derde webinar in de reeks crisiscommunicatie op social media tijdens de coronacrisis ook nog eens meepikken. Wil je Brain Rangers solo aan het werk zijn zien, dan kan het weer volgende woensdag. Dan houden wij ons nieuw webinar. Genoeg om naar te kijken, om over na te denken en genoeg technologie om voor jou te laten werken in plaats van andersom. Wij zijn er volgende keer terug. Nog een hele fijne middag. Tot ziens.